Op vrijdagmiddag 12 augustus 1977 nemen we een kijkje in de dorpsstraat van Rittem. Dat jaar en het volgende hebben verschillende amateurfilmers de activiteiten vastgelegd van de Rittemse ringrijdersvereniging Ons Klaverblad. Dankzij hun werk kunnen we terugkijken naar dat dorpsfeest uit de jaren 70. Die middag zijn de leden druk in de weer met het uitzetten van de ringrijdersbaan. De spitlinde, zo heet het touw dat gebruikt wordt om de lijn van de baan te bepalen. Bram Sevaal met de palen die in de clubkleuren zijn geschilderd. Piet Sevaal verricht het voorwerk met de grondboor. Ze moeten voorzichtig zijn met het boren van gaten in het wegdek. Er lopen bijvoorbeeld gasleidingen. Gelukkig hebben ze een plattegrond van dat leidingenstelsel. De mannen weten precies waar ze de palen moeten plaatsen. Het ringrijden kent strenge regels en tradities. De baan moet 36 meter lang zijn en om de 3 meter staat er een paal waarlangs ze straks een touw spannen met een doorsnee van 2 centimeter. Als op vrijdagavond de baan klaar is, neemt de Rittemse jeugd er bezit van. Onrust op zaterdagmorgen aan de dorpsweg. In de wei van de oude Isaacse Vaal lopen 2 paarden die vandaag moeten opdraven. In het wit, kleinzoon van Piet, Sjaakse Vaal. Vanaf menig boerderij in de omtrek vertrekken die ochtend leden van Ons Klaverblad richting Dorpstraat. Piet Sevaal fietst naar zijn land. Hij zal later op de dag wel eens een kijkje komen nemen. Een droom van vele kinderen. Oppassen op een deelnemend paard. Piet Dieleman doet het zelf. Dan hoeft hij niet steeds op en af te stappen. Zijn jaren zullen een rol spelen. De clubvlag aan de gevel van het voormalige gemeentehuis. De meeste Walgense dorpen hebben een eigen ringrijdersvereniging en zijn onderdeel van de ZRV, de Zeeuwse Ringrijdersvereniging. Traditie is ook dat de paarden versierd worden. Wim Wondergem die het plaatszand op orde schept. De ring moet precies op 2,20 meter van de grond hangen. Jan Provoost uit Domburg verricht de laatste metingen. Om de paarden wat te laten wennen aan hun werk van die dag, wordt er eerst ingereden. De meeste paarden hebben het op zo'n dag uitstekend naar de zin. Het is weer eens wat anders dan saai baantjes trekken voor een of ander landbouwtuig. Johan de Visser, die is er klaar voor. Bram Sevaal, de voorzitter in Rittem, opent om 8:30 die ochtend het festijn. De ring hangt in een bus aan een touw. De palen waartussen de ring hangt noemen ze de poengers. De bus kunnen ze verschuiven. Iedere deelnemer mag bepalen aan welke kant de ring moet hangen. Ries Breel die houdt de stand op papier bij. De scores worden dubbel genoteerd. Dit om misverstanden te voorkomen. Kees Maas met een slaapverwekkende actie als we Code Visser moeten geloven. Piet Sevaal van Boszicht. Op de hielen gevolgd door zijn broer Wim. En mis, dat betekent dat er achter zijn naam een liggend streepje wordt genoteerd. En Jan Sevaal die noteert dat op het grote bord. Net zoals Jan Dellebeke zullen alle deelnemers vandaag 30 pogingen mogen wagen. Ries de Visser. Code Visser, Koop Pupe, geeft de ring op passers en aanwijzingen. Als hij zijn paard achteruit stuurt, weet hij dat het dier er vandoor mag. De buurt is pas geslaagd als de ring aan de lans aan het eind van de baan aan de ringloper is afgegeven. De ring heeft een doorsnee van 38 mm. Hier kunnen we goed de 2 metaaltjes zien waarmee de ring in de bus wordt geklemd. Leo de Visser, links, heeft een voorraad ringen voor collega's in Westkapelle gemaakt. Willem Roelsen keurt het spul. Hij heeft voor zijn Rittemse collega's nieuwe lansen gemaakt. Die zijn traditioneel van hout en wegen 2,6 kilo. Als Jozef Aal aan de beurt is, hebben we goed zicht op de lans. Willem Sevaal van Berglust, de laatste man in klederdracht in Rittem. Kijk, de vrouw van Willem is er ook. Het is Jane van Berglust. Op het podium de geluidsinstallatie. Ries de Visser kondigt aan dat er tussentijds ook prijzen zijn te winnen. Bijvoorbeeld een flesje jenever. Nee, het wordt een geinig poppetje met een drukmechanisme. Willem Sevaal ziet er de humor wel van in.
Op het podium lonken de prijzen die aan het eind van de dag zullen worden uitgereikt. Om 12 uur is het pauze. Een deel van het publiek zoekt verpozing bij de uitbater van ons dorpsleven. Ook pauze voor de paarden en hun oppassers. Ritem zit thuis aan de aardappelen. Zo, klaar voor het tweede gedeelte van de dag. De versieringen worden opgekalevaterd. Als in de jaren 60 de landbouw mechaniseert, wordt het trekpaard in zijn bestaan bedreigd. De regels van het ringrijden worden aangepast en andere paarden mogen ook meedoen. Vandaar de aanwezigheid van Mieke Knibbe. In 1977 proberen ze in Ritem te tornen aan de regels. Ter wille van die kleine paarden hebben ze een langere bus, zodat de ring lager hangt. Maar dat gaf gemor, niet alleen onder het volk, maar ook onder de deelnemers. Het is nooit wat geworden. Men hield zich voortaan aan de regels en tradities. Jonassen, ook zo'n traditie. De 50ste ring, de 100ste ring, de 500ste ring. Alles wordt gevierd met een Jonaspartij. Nog eens even de baan opschikken en voort gaat het festijn. Het wordt een lange dag en er wordt er ook wel eens wat anders dan koffie gedronken. Links, Wanne Breel, aan de praat met Pietje de Pachter. Suus Meijer, dichteres van het Rittense volkslied. Kijk met pet en donker pak Piet Sewaal, die is klaar op zijn land. Een speciale prijs is de pollepel. Vroeger was die bestemd voor de slechtste rijder. Het is nu een ereprijs. Het stamt uit de tijd waarin de jongste knecht op de boerderij ook de taak had om met een pollepel in de karnemelkse pap te roeren. De groene sjerp om de nek van Leo de Visser geeft aan dat hij op dat moment de beste ringrijder is. Leo zal de hele dag die sjerp blijven dragen. Hij wordt de uiteindelijke winnaar en zal aan de haal gaan met een van deze bekers. De diverse winnaars opgesteld in het midden van de baan. Omdat Ritten behoort bij de gemeente Vlissingen, is het burgemeester Westerhout die de prijzen komt uitreiken. Het is al een eind na zessen als het volk en de paarden huiswaarts keren. In de dorpsstraat moet de boel nog opgeruimd worden. Adrie Buys, niks te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Met vereende krachten wordt het aangepakt. De mannen van de Vlissingse gemeentereiniging. Sommige paarden hebben ze elders moeten huren en transporteur Koeman brengt die naar huis. Het was een geweldige dag voor iedereen. Als die avond de zon ondergaat en wij nog even een kijkje nemen in de wei, zien we dat het vroeg rustig is. Rustig in de wei. En rustig in het dorp.